Nee, wat ik het eigenlijk een beetje raar vind, is dat ik nu ook echt nog het idee heb van... zo met het organiseren bezig, ja. Dat ik eigenlijk nog helemaal niet zoiets heb, shit, straks hebben we echt in Zalm, nee. Dan gaat het beginnen of zo. Thriller suspense. Yes. Spannend. Blij mee. Hallo. Hi. Janine. Kijk aan. Oh, kijk aan. Welkom. Ja. We gaan gewoon beginnen. Als ik twijfel, dan wil ik altijd feedback weten. Ik wil ook ongevraagd ideeën horen. Daar ben ik altijd heel erg voor. Maar als ik op een gegeven moment denk van zo moet het, dan ga ik over wie dan ook heen met mijn oordeel. Woehoe! Trailer suspense is echt heel moeilijk om goed te doen, dus dat gaan we ervoor. Hoi. Hoi. Ik ben nu al redelijk stoned van de slaap. Oh echt? Roemer en Karsten, bedankt voor die hele leuke rol. Wat dacht je? Ik heb altijd tijd. Ja. Die wordt zondag gesloten. Maak de lapjes wat zachter. Ik weet dat men niet kan zien op jouw camera, maar waarschijnlijk wel. Ik kan natuurlijk wat fake zijn. Ja, ik wil eigenlijk dit nooit zien. Nee, maar je kijkt naar haar, maar als ze alleen maar daar naar kijkt, is het raar. Ze moet direct kijken naar waar ze heen hebben kunnen gaan. Nee, nooit gezien. Filmconnoisseur. Als je veel wijn haalt, veel wijn drinkt en blablabla, dat is nou ja, hij dus. Gehupt, dat is dus mooi, dat hij in beeld komt, gaat een vrouw met lijf. Riem, ben je klaar? Ja? Ja, dat is fijn. Dat is goed voor jullie. Geluid klaar. Sound ready. Oké, camera klaar. Ja. Slide 1, take 2. Dankjewel. Actie. Hij was best vaak op televisie hoor. Iedereen op Nederland 3. Nooit gezien. Ik kijk nooit Nederland 3. Maar celebrity dus. Ja. Herman de Wit. De filmcolumnist. Je mag hem toch iets strakker zetten. Het is wel, je bent wel in het niks, maar ja, je hebt het gewoon nooit gezien. Ja, kijk maar naar Nederland. Dat we zo meteen een hutspot gaan maken. We zijn nu lekker 15 kilo aardappels aan het schillen. 2 zakken uien, 15 wortels. Dus het wordt nog wel een leuk werkje. Ja. Hij heeft dat gedaan, dat doe je dan niet van. Ja, koffie zetten. Acteurs, staan, camera. Sleep 9, take 1. Wat ga je doen? Ga naar huis. Nee, wacht nou, kijk nou. Godverdomme man! Elke keer als er een jong ding bij ze zit, dan begin jij tegen te sputten. Nee, ze hebben ons gezien. Klaar. Ha, gezien. Nou wil ik dat je dat gewoon een keer toegeeft. Wat? Dat jij geld op meisjes van half jouw leeftijd... Waar gaat dat nou weer op? Oh man, je bent zo doorzichtig. Achterlijke mogol. Dat zeg je niet. Jij weet donders goed dat mijn neefje het syndroom van Down heeft en daar maak je geen grap over. En je verspilt ook geen water, want het is zonde en het is Sprite! Afrikanen zouden moord doen voor Sprite. Ik zal er nog een paar maken. Ik ken Roemer. van de trap. En wij hebben het eerste jaar bij elkaar op de opleiding gezeten. Ja. Ja, we moeten jou een beetje... Kun je dat volhouden? Kut! Kut! Kut. 17, take 2. Ja. Stop. Oké, het ging vooral om het geluid, dus op een gegeven moment... Oh, het is gewoon een soort van gehakt groentebal. Zo. Ah, hij ziet er lekker uit. Uitbrei, knolselderij, wortel. En dan zouden we kunnen zeggen dat we om 8 uur beginnen. Dan kunnen we namelijk allemaal 5,5 à 6 uur slapen om half uur. En dan hebben wij een iets gezondere nacht. Want we hebben vannacht natuurlijk ook op trappen gelegen van dat gaat allemaal niet lukken. Dus hebben we ook allebei over 1,5 uur geslapen. Dat ze weg is en dat ze dus naar papa gaat. En ja. Papa is er dus niet meer, papa is dood. Ja. Oh. Oh, er is ook wel wat staan, hè? Ja, 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 klopt. Ja. Zelf. Ja. Wat doe jij nou? Verkeerd. Ik wil even heel graag met jou nu echt de decoupage gaan doornemen van Michel. Dus we gaan hem even doorlezen. Dan loop je de parkeergarage in. Je ziet dat de voetsporen steeds vager worden en verdwijnen. Het zijn de blote voetsporen, want ze is in het water dus gesprongen. Dus we moeten daar even voetsporen maken, dus we moeten een tijltje water mee. En wat volgens mij mooi is, is om hier echt voeten te gaan volgen. Lange stilte, pooierbak, Loki. Hij remt. Jij stapt uit. Dat komt dus goed uit. Happy end of unhappy end. En dan kunnen wij stoppen met rijden. En dan komt de auto. En dan nog één keer. Tessa. Happy end of unhappy end. Zo'n soort laatste keer waarin ze wat feller wordt. If you want a happy ending, it depends on where you leave the story. Or where you stop the story. Die is van Orson Welles. Je weet dat nu het einde in zicht is. Daar ga ik een beetje op. Voel oké. Maar ik overweeg wel een kopje koffie. Today is a good day to die. Is het toch zo? Want gisteren ook een heel mooi moment. Iedereen was weg. Dus we kwamen huis binnen en ze waren allemaal weg. En er is een toneeloefening van Grotowski. Dat je binnenkomt vandaan, parten en je zegt... En nu ben ik alleen. Dat je dat moment moet voelen. Dat is goed gisteren. En dan is de knal. Dus die is spannend omdat die een close-up is, want het is puur op het gezicht wat er gebeurt als je sterft. Ja, ja. Hey, we willen wel iets moois ervan maken. Er wordt wel wat van je verwacht. Nee, ik bedoel, we gaan allemaal op het ogenblik een beetje dood. Dus. Dan moet ik door dramatisch neervallen. Nou, dat gaat goed komen. Heb jij gisteren de laatste materialen naar de montage gebracht? Mensen leefhuis? Ja. Dus ik kan hierop doorgaan met een nieuwe... Ik hou van je. En nu deze kant op. Op een gegeven moment kom je in die moeheid dat je aan alles gaat irriteren en daarna komt iedereen in zo'n fase dat ze daar weer overheen gaat. Dus beseffen, gaan we nou. Dan zie je mensen dat ze allemaal die irritatie niet meer willen en dan worden ze juist heel zacht allemaal. Ja. De hoofdprijs is met thriller erg moeilijk om te halen. Om daar de beste film te doen, daar ben ik niet vaak genoeg filmmaker voor. Dus ik ben al lang blij dat ik hem... thriller kan maken. Ja. Dus je zit in het creatieve proces en je denkt van oh dat is goed, ik heb het eindelijk te pakken, ik zit in de flow en dit wordt te filmen en dat soort dingen. En wat moet je dan? Het is te lang. Ja. Wie heeft de kaartjes? Iets verder terug, iets verder terug. De kaartjes. Ja. Als je op een gegeven moment ben je dus ja, in de film en nader je eigenlijk het einde en dan kijk een beetje terug en ook nog steeds vooruit natuurlijk. En dan heb je zoiets van, oké, het moet wel afkomen. En het is zo, ja, nou, niet echt rommelig, maar ja, wel heftig gewoon. Ja, een paar uur slaap. Maar we gaan gewoon door, we knallen. Maar alle formulieren staan klaar, die kunnen ingeleverd worden. Spannend, spannend, spannend of we het gaan halen. Ik ben echt heel benieuwd. Ja, er komt best nog wel wat bij kijken. We hebben wel een checklist, maar zelfs de checklist die zij hebben gegeven, die is gewoon niet compleet. Dus ik zou zeggen, check de checklist. Ik denk dat ik nog de hele week dingen ga vinden die opduiken op plekken waar ze eigenlijk niet horen. De pan is weg. Die huissleutels die duiken ook nog wel een keertje op. Ja, maar dat klopt het niet. Dat klopt niet. Dat klopt, maar dat krijg ik niet. Ik heb al geaccepteerd dat ze willen een 7 minuten versie. Ja, dus maar dat klopt het niet. Ja, er valt geen kloppend verhaal van te maken met 7 minuten. Maar je kunt wel een stukje uit de lift weghalen. Ja, je kan de hele lift weghalen. Maar weet je, omdat je dan weer zit op 20 seconden uithalen, zodat dat op de laatste dan heeft ze op een of andere manier een koffertje meegerist. Ja. En hoe? Dat is knap. Dat is goed. Nee, als dat niet, dan ga ik nu naar huis. Als zij ook dood gaat, ga ik nu naar huis. Nee, dat is zo dood, maar veel mooi. Dan wel mooi. Ja, en dan gaan we daarna uit de ja, dan komt ze uit de huis ook. Twee seconden. Dan in het shop is vanuit de spiegel omdat zij aankomt lopen die stilstaat, want ze hoort iets en dan weer door en weer hebben. Want dan kun je daarna die naaldhakken laten komen, die heeft ze dan op de achtergrond gehoord. Ja, precies. Ja. Zo was het min of meer bedoeld, maar dan anders. Met Bart. Ja, Bart, je spreekt met Marleen van de Making of. Hoi. Zitten jullie in de auto? Wij zitten in de auto. Ja. Nou, het laatste stukje is goed gedaan, toch Erik? Ja, Erik is de chauffeur, degene die zit naast me. Ja. Hij zit helemaal te trillen van slapeloosheid. Ja. We zitten nu... vlakbij het centrum. En dus het zal nog een kleine 5-6 minuten duren en dan zijn we op de plek waar we het moeten inleveren. Jezus, te gek, jullie gaan het halen. We gaan het halen. Echt, top. En dan gaan we afwachten.